In deze video heel snel een korte update. Ik heb een tijdje terug die video gedeeld waarin dat ik u laat zien welke app dat ik gemaakt heb om de data van die zero-elektrische motorfiets om die data te bekijken. Die connecteert niet rechtstreeks naar die motor, maar die gaat naar die API waar dat diezelfde motorfiets naartoe gaat. Ik heb het toen zo wat overlopen. En nu had ik gisteren had ik plots een mail in mijn mailbox van Google, een zogenaamd DCMA-request dat ze ingewilligd hadden. Eerst, wat is een DCMA? Dat is een Amerikaans recht rond een copyright claim rond digitale content, digitale assets en zo, like teksten, icoontjes, apps, dat soort dingen. Dus op die manier hebben ze eigenlijk aangekaart dat mijn app hun app zou kopiëren eigenlijk. Dat is letterlijk wat dat er in die... Ja, er zijn een paar opvallende elementen aan die aan heel dat rapport. Er staat niet letterlijk in wat dat er gekopieerd is ofzo. Opvallend is dat ze linkten naar de app van hun vorige motorfietsen. Dus ze linkten niet eens naar de juiste app, los van het feit dat mijn app geen kopie is van hun app. Maar moest het een kopie zijn, dan zou het niet van die oude app een kopie zijn, want mijn app is niet eens compatibel met die oude versie van de motorfietsen. Dus dat is al opvallend, dat geeft aan hoe weinig tijd en hoe onzorgvuldig dat opgesteld is. Als je de twee apps naast elkaar zet, als je gewoon visueel kijkt, er is niks gelijkend aan die twee apps. Functioneel staan ze ook vrij ver van elkaar. Het enige dat ik mij kan bedenken, dat is een beetje moeilijk omdat er niet letterlijk in staat wat dat probleem is. Hè. Maar ik gebruik de naam Zero wel in de app. De app noemt Zero NG. En dan heb ik eens gekeken ook in de broncode. En hier, ik verwijs bijvoorbeeld op één plaats naar de Zero app zelf als een downloadlink. Dus ik heb een verwijzing naar hen. En dat is zo'n beetje op zich. Alle icoontjes heb ik zelf gemaakt, alle code heb ik zelf geschreven. En het is allemaal publiek, hè, de code. Allee, nee, wacht, daar kom ik op terug. Het was publiek, dus het is nog altijd een open source app. Alleen hebben ze die openheid van die source even kapot gemaakt. Maar het is nog altijd de intentie van een open source app te zijn. Ik ga dat zeker herstellen. Ik heb eigenlijk drie platformen waarvan ik afhankelijk ben. Dus ik ben afhankelijk van Google. Met mijn Google-account moet ik de app in de Google App Store zetten, zodat de Android-gebruikers die app kunnen downloaden via de officiële weg. En dan voor Apple moet ik iets gelijkaardigs doen. Dus bij Google kost dat eenmalig €25. En bij Apple betaal je voor die developer-account betaal je elk jaar €99, elk jaar opnieuw. Dan kun je de app in de App Store van Apple zetten. En zo kunnen de iPhone- en iPad-gebruikers, iOS-gebruikers eigenlijk de app ook installeren. En ik heb dan nog, omdat in mijn geval is het een open-source app, dus dan had ik nog een derde account, een Atlassian-account, wat eigenlijk via Bitbucket dan, allee, dus een Bitbucket Git-repo, dat is eigenlijk gewoon een manier waarmee dat ik de code, dus de broncode van de app online zet en anderen toelaat om code te bekijken, maar ook code toe te voegen, commits te maken, dus zelf bijdrage te leveren tot de code. Dat is eigenlijk wat die Bitbucket account doet. En die is ook afgesloten. Dus we hebben de Google account afgesloten, daar heb ik melding gehad van Google. De Bitbucket account is ook afgesloten, maar ik heb geen melding gehad van het lastje. Dus op de Apple Play Store, op dit moment staat het nog altijd in de Apple Play Store. De volgende stap dat ik ga ondernemen, ik ga dus die open source, dus die code terug beschikbaar maken, sowieso. En dan, ik heb ondertussen ook al dus bekeken in de app, in de Android app, wat er allemaal van zero vermeldingen in staat. Ik heb al die vermeldingen eruit gehaald. Nu, ik zei het al, waren maar twee vermeldingen van de naam. En ik ga die proberen zo terug uploaden op zich, als een andere app. Maar ik heb, er stonden in die mail van Google stonden ook instructies hoe dat je dan die claim kunt aanvechten. Allee, aanvechten is veel gezegd. Je kunt gewoon een formulier kunnen indienen waarin hij aan heeft van ja, ik ben niet akkoord. Want, en dan, de reden dat je niet akkoord bent, is letterlijk vijf radio buttons. Dus je kunt gewoon uit vijf opties kiezen. En een tekstbox, ik denk dat je 1000 karakters kreeg om uit te leggen waarom. Dus ik heb er gewoon in verwoord dat ik niks gekopieerd heb. En dat heb ik verzonden, dus ja, we zullen zien. De kans dat ik daar iets uithaal is heel klein. Maar we kunnen maar proberen. Ik spreek ook uit ervaring, omdat ik heb al Google AdSense accounts gehad die onterecht afgesloten geweest zijn en zo, waar dat geld op stond, wat dan al iets erger was, omdat je dan ook geld verliest. Maar ik heb die ook nooit teruggekregen, ondanks dat ik dat een paar keer aangekaart heb bij Google.
Maar eigenlijk wat mij het meeste stoort is dat ik zeg, dat is een app met vijftigtal, ja, ik denk, was het 54, ik zal straks eens kijken, ik denk dat het 54 was, het is een aantal van actieve gebruikers. En dat is een app die totaal geen afbreuk doet aan Zero. En van Zero vind ik het vooral heel triestig dat ze dat soort apps willen afbreken, alleen willen de grond in duwen, hè. Als je marketingboeken bekijkt, heb je een aantal soorten klanten, heb mensen die je product nog niet kennen, en mensen die je product kennen, maar die nog niet genoeg geïnformeerd zijn, die op zoek zijn naar informatie. Je hebt mensen die op punt staan om je product te kopen, die eigenlijk al over de brug zijn. En je hebt mensen die je product al gekocht hebben. En die laatste groep, die mensen die je product al gekocht hebben, als producteigenaar moet je die mensen vertroetelen. Daar komt het op neer. Je moet die koesteren, want dat zijn uw potentiële ambassadeur. Dus dat zijn de mensen die, als je ze verwendt, als je de garantieperiodes respecteert, support heeft, als je ze vertroetelt gewoon, hè, dan gaan die aan iedereen aan ze tegenkomen zeggen: wow, ben zo content met mijn Zero. Zero is wel de moeite. Ik ben daar vrij content van. Goede support. Ook echt een hele community ook. Ze ondersteunen ook echt hun community. Echt een supergoeie, echt een aanrader. Ik zou dat zeker, word kort er duizelig van, maar ik zou dat zeker doen. In elk geval, daar hebben ze wel opnieuw een fout gemaakt, als je het mij vraagt. Tot de volgende. Hopelijk met beter nieuws, hè?